Dames en heren, ik vind het fantastisch dat ik hier vandaag mag zijn. Zij het wat verlaat, dat geeft eens te meer aan hoe noodzakelijk het is dat de infrastructuur aangepakt moet worden. Het is bijzonder dit moment, maar het is ook symbolisch. Want eigenlijk geven we met de aftrap van de bouw van dit schakelstation ook de definitieve aftrap voor de Randstad 380 KV. Want hoe we het ook wenden of keren, wat we hier vandaag doen, dat reikt heel ver. Want het reikt namelijk naar een nieuwe energietoekomst voor Nederland. TenneT heeft als landelijk netbeheerder van het hoogspanningsnet eigenlijk twee wettelijke taken. Zorgen dat er sprake is van leveringszekerheid, dus dat iedereen elektriciteit heeft. Dat geldt voor huishoudens, maar dat geldt ook voor bedrijven, industrie. En tweede is ervoor te zorgen dat er voldoende elektriciteit getransporteerd kan worden over het net. Dus daar waar elektriciteit wordt opgewekt, in centrales, dat het daar weg kan. En dat het naar de plaats van bestemming gebracht wordt, daar waar het gebruikt wordt. En dat kan in Nederland zijn, maar dat kan ook elders in Europa zijn. Want TenneT is een TSO, een netbeheerder, die Europees gezien een klein stuk van het net heeft. De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de voorzieningszekerheid, voor elektriciteit. En vanuit die verantwoordelijkheid is er ook in de wet opgenomen dat TenneT bijvoorbeeld moet zorgen voor voldoende transportcapaciteit. En dat is ook de reden waarom EZ zo'n betrokkenheid heeft bij dit project, om zorg te dragen dat dat tijdig gebeurt. Wij moeten de 380 kV-verbindingen in de Randstad versterken om aan die leveringszekerheid en die transportcapaciteit om dat te voldoende te kunnen waarborgen. Voor de CDA-fractie, als het gaat om de PKB 380 kV in de Randstad, is niet aanleggen geen optie. Het is een noodzakelijke verbinding ten behoeve van de goede en robuuste energievoorziening in de Randstad. Jelle Wils van TenneT. We staan hier naast de snelweg, de A12, bij Bleiswijk. Dit is een heel nieuw hoogspanningsstation wat we hier aan het bouwen zijn. En een hoogspanningsstation heeft eigenlijk als functie om stroom die daar binnenkomt verder te verdelen. En dat wordt van hieruit verder vervoerd of verdeeld richting bijvoorbeeld Zoetermeer en Den Haag. Mijn werk bestaat uit het zoeken naar het best mogelijke tracé. Op hoofdlijnen, maar ook tot op dit detailniveau. Het beste voor het ontwerpen van een hoogspanningstracé is de meest korte lijn tussen A en B. Rechte lijn, zo kort mogelijk, alleen er liggen veel dingen in de weg. Zeker in de Zuidring, zeker in de Randstad en in de Zuidring met name, is het land vol met bestemmingen en met functies van gronden. Vandaag gaan we de draden brekken van 43N naar nieuwe mast 44. En dat is over de snelwegen en over de sporing. We hebben daar in de verte hassel staan met aluminium draden. Er gaan vier draden tegelijk moeten overgebracht worden. Die draad mag niet beschadigd worden, want die draad moet gewoon 50 jaar mee. Als het niet langer is. Alles wordt gebouwd voor minimaal 50 jaar. A12 was een heel gedoe om die dicht te krijgen, maar die zijn een korte stop zijn dat geweest voor de nachten. Maar een langdurige stop voor de A12 in het weekend was niet mogelijk. Allemaal extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen om het goed te laten gaan. Want als het midden in een weiland is, heb je wat minder problemen ermee natuurlijk. Van de totale 85 kilometer C is besloten het totaal 20 kilometer onder de grond aan te leggen. Dat is het maximum wat TenneT verantwoord vindt. Daarvan 10 kilometer in de Zuidring en een heel groot deel rondom Delft. Technisch gezien kan je natuurlijk veel meer verkabelen. Ik bedoel, hè, je kan onder de grond leggen wat je wil. Alleen de vraag is op een gegeven moment, kan je garanderen dat de verbinding ook daadwerkelijk in bedrijf blijft? Dat je netwerk niet uitvalt? En dus heeft de minister gezegd 20 kilometer. En de minister heeft daarbij ook samen met de Kamer besloten om die 20 kilometer dan wel in de Randstad aan te leggen. Zodat we ook dat monitoringsprogramma kunnen opzetten.
en TU Delft de komende jaren gaan, kan kijken van wat gebeurt er eigenlijk met die 20 kilometer in dat net. Even helemaal terug naar het begin. In de planologische kernbeslissing hadden wij in eerste instantie alleen een westelijk tracé opgenomen. En nadat er een milieuonderzoek was gedaan, hebben de ministers toen eind december van 2008 het voornemen bekendgemaakt om hem aan de oostkant aan te leggen. We hebben heel veel onderzocht en op een gegeven moment ging ook Schiphol, gaf toch aan heel veel problemen te hebben met het tracé zoals het er lag. En hebben we er uiteindelijk voor gekozen om toch terug te gaan naar de westkant. Omdat wij die mogelijkheden van combineren wel zagen en aan de oostkant zoveel problemen tegenkwamen, dat je daar eigenlijk niet meer een goed tracé zou kunnen ontwikkelen. Ik moet wel zeggen dat de Kamer uiteindelijk schoorvoetend akkoord is gegaan met een westvariant. Dus dat we dan ook wel met z'n allen de opdracht hebben om daar een goed tracé te vinden. Maar de keuze voor een westkant is natuurlijk gebaseerd geweest op meerdere zaken, waaronder het Schiphol-verhaal. Maar het is nooit, dat heeft de minister ook proberen te benadrukken in de Tweede Kamer, dat het natuurlijk niet alleen Schiphol is en de veiligheid van Schiphol, maar dat er meerdere aspecten zijn. Ja. En dat blijft voor ons ook staan, dus daar ben ik mee eens. We hebben wel zorgvuldig de stappen afgelopen, zeg maar, die nodig waren. En daarin horen ook dingen bij die mensen niet leuk vinden. Dat hangt met deze projecten samen, helaas. Wij verkennen de technische mogelijkheden en onmogelijkheden. De politiek kijkt naar al het beleid wat we in Nederland hebben, hoe we dat soort dingen willen doen in Nederland. En uiteindelijk alle insprekers via ook allerlei procedures beïnvloeden uiteindelijk de loop van die lijn en de keuzes die daar gemaakt worden. Dus uiteindelijk doe je het met elkaar.